We zijn er weer. Het is weer vrijdag, zoals voor ons gewoonlijk. Dat we de hoort op gaan. We gaan naar een camperplaats. Volgens mij heet het Dennekamp. In Hierde. Camperplaats met 50 plaatsen. En als het goed is, is die afgelopen zomer voor het eerst gestart. Dus we gaan even kijken. Zo, we zijn er bijna. Ik zei er net Dennekamp, maar het was Doornekamp. Lijkt erop. Ja, klinkt als, hè? Ja. Allemaal kampen. Wel schitterend weer, hè? Het is zalig weer. Daar kan het niet aan leggen, in ieder geval. En dan, het legt nooit nergens aan, want je hebt je huis bij je. Zo. We zijn er bijna, nog 450 meter. Sla na 300 meter linksaf. Van de camperplaats. Hè? Camperplaats, daar staat het, de Doornekamp. Ja, receptie. Dus we gaan even naar binnen. We zijn dus aangekomen bij camperplaats Doornekamp. Dit is de inrit van de camperplaats. We hebben hem uiteraard al neergezet vanmiddag. Maar we hadden nou zoiets van, we gingen Moze uitlaten van... Nou, ik zou gelijk eens even een stukje van de camperplaats filmen. Er zit een klein receptiegebouwtje bij, maar ja, er zit vrijwel nooit iemand. Er staat ook op een briefje aangegeven dat je je eigen kan aanmelden via de sms of via de WhatsApp. Even je naam doorgeven en kenteken. En ze komen vanzelf een keer de centen bij ophalen. We betalen hier 15 euro per nacht, per dag. Dat is inclusief stroom. Leuke tuin erbij. Mooie vijver. Het is tevens ook gelijk bij een hoveniers- en bestratingsbedrijf. Hier nog een heel leuk zitje. Onder de overkapping. En nu ik daar toch ben, loop ik daar gelijk eventjes naartoe. Dat is aan de voorkant van het terrein. Het sanitair gebouw. Dat is pas gerealiseerd. Vijvertje nog even van dichtbij. Leuke zitplaatsen erbij. Hier zie je het toiletgebouw. De doucheruimte. Meneer gaat gelijk ook even een kijkje nemen. Hij heeft gelijk. Doe ik dat ook even zo meteen. Hier de doucheruimte lopen we eventjes in. Mooie grote wasbak. Zeepompjes erbij. Ontsmettingsgel. Luxe kapstok voor je kleding op te hangen. Je handdoekie. Een krukkie als je nog wil gaan zitten. En een riante douche. Mooi betegeld. Luxe uitstraling. Afzuiging erin.
Ziet er keurig uit. Lekkere mengkraan. Schitterend. De toilet. Nou, ziet er ook keurig uit. Mooi hangend toilet. Alles erop en eraan. Nog een lounge set waar je lekker in kan chillen. Ook een fietsenverhuur is erbij. Dus mocht je je eigen stalen ros niet bij je hebben, kan je hier een fiets huren. Zo te zien geen elektrische. Maar goed, is goed voor de beenspiertjes, hè. Het Sani station. Cassette toilet leeg. Een spoelbakje erbij. Water vullen. En uiteraard ook grijswaterlozen. Dus allemaal inclusief bij die 15 euro. Schitterend mooi, ruim opgezet. Er zijn nog wel het een en ander ermee bezig. Vooral de stroomvoorzieningen. Hoe ga ik lopen? Hier hebben we dus de inrit, om het zo maar te zeggen. Maar wij gaan deze kant op lopen. Ook een gedeelte laten zien. De camperplaats heeft 50 plaatsen. Allemaal voorzien van stroomaansluiting. Ik zou niet de veldjes overstiefelen. Mensen zitten nog buiten. Maar hier kun je dus zien hoe het allemaal staat tussen heggetjes. Je kan op gras staan. Ik heb ook de keuze om op grindplekken te staan. En ik zag zelfs nog betegelde plekken. Het is allemaal nog een beetje jong gewas. Het is natuurlijk nog niet zo gek lang geleden aangeplant. Een klein beetje, althans ik zie een klein beetje, ik zie nog de een en ander ambeestje staan. Nu het paadje buiten omgenomen. Maar hier staan wij dus. En dan kan je zien grasplaatsen. En dan aan de andere kant heb je weer grindplaatsen. Ruime plekken zijn het. Dat is echt ideaal. Dan zullen we eens even naar ons stekkie lopen. Kijk, zoals je ziet, zie je daar nog noodvoorzieningen voor de stroom. Her en der zijn er wat vaste aansluitpunten. Maar het geheel moet nog aangesloten worden. Dus vandaar de noodstroomvoorziening, om het zo maar even te zeggen. Hier hebben wij hem neergezet. Super ruime plaats. En als je dan een stukje verder kijkt, wat ik al zei, dan heb je nog echte verharde plekken. Betegelde, of hoe je dat met steen in ieder geval. Uiteraard is er natuurlijk ook gedacht aan de vuilstort. Dus er staan daar containers waar je je vuil in kan deponeren. Camperplaats Doornenkamp in Hierden met een H. Vaak klinkt het als Wierden, maar het is Hierden. Super mooi. Ook kregen we van de eigenaar van de camperplaats hier, iedereen kreeg nog een doosje verse eieren. Dat allemaal voor de prijs van 15 euro, inclusief alles. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Het is weer zaterdag, het zonnetje schijnt. Wel een beetje veel wind, dus dat wordt dadelijk een trappen, we gaan lekker fietsen. Ja, we gaan even een rondje hier in Hierden maken. Als het goed is komen we ook langs een palingrokerij. Dus, ja, Harderwijk, hè.
ons Harderwijk. Dat is hier geloof ik maar 4 kilometer vandaan. Hè? Ja, maar het rondje wordt 32. Ja, dat maakt niet uit. Rondje 32, het is allemaal elektrisch joh. Dat is goed te doen. Dat is goed is wel. Ja, we hebben prima geslapen hier. Ja. Het staat bijna vol hè. Ja, jammer dat de wekker 2 keer afliep. Ja, de wekker was op een of andere manier op alarm gegaan. Dus 6 uur liep je lekker af. Dus we waren er tijds bij. Ja. We gaan een rondje maken, dus fiets lekker met ons mee. Okido, tot straks. Doei. Doei. Even een pitstop. Het is jammer dat de buurman bezig is met de bladzuiger. De bladblazer. Je kan het lezen. Koffie, thee, limonade. En je bepaalt zelf wat je betaalt. Nou, dat is een Rocky. Tas is druk bezig. En een koffie, thee en appeltaart. We gaan appeltaart nemen. Appeltaart en cake. Dit is cake, denk ik. Ja, dit is cake en appeltaart. Nee, we gaan appeltaart nemen. Ik, in ieder geval. Ik ook, want ik rookte net binnen. Toen ik geld geldkist. Toen ik geld ging wisselen, rook ik de appeltaart binnen. Ah. Nou, hartstikke mooi dat dit aanwezig is. Hoef je bij ons niet te doen. Je moet gelijk de kleren zo je leeggeruimd. Pas de boekje erbij. Heel leuk. Zo, een lekker stukje appeltaart. Cake. Mensen van dit stekkie, hartstikke bedankt. Ja, top. Ik weet niet waar we zitten, maar... Hulsbeek? Ja, zoiets vast toch? Volgens mij zitten we in Hulsbeek. We zijn aanbeland in Harderwijk. Er staat een beetje veel wind hier, dus ik weet niet of je hem kan horen. Dus de boulevard van Harderwijk. Hier nog het een en ander aan bootjes en water. Even een klein stukje over de boulevard heen fietsen. Het is aardig druk hier. Welbekende Dries van den Berg, hè? Palingrook. Hier in Harderwijk. Wij zijn ook even naar binnen geweest. 18 man personeel in de winkel. Zou in de winkel maar niet filmen in verband met de privacy. Maar het is echt gigantisch druk hier. Restaurant erbij, buitenterras erbij. Heel netjes. Wij nemen het in ieder geval mee naar de camper. Het is niet zo gek ver hier vandaan. Dus. Er
staan gewoon in de rij om de winkel in te gaan. Er zit zelfs nog een palingmuseum bij. Krijg je het allemaal verzonnen. Ja, dit is echt een trekpleister hier ook buiten de boulevard van Harderwijk. De palingrokerij. Maar goed, wij gaan lekker naar de camper en dan gaan we lekker de kibbeling en de paling eten. Nou, dit is het hè. Lekker de kibbeling. Kibbeling, ik heb lekker een haringkie. Een haringkie, ook voor Moos toch? Ook voor Moos. En lekker paling. Paling hebben we nog in de koelkast gelegen. Ja, Siem lust geen paling. Maar ik had aan de ouwtjes beloofd, aan opa en oma en Moos. Al wat paling beloofd. Dus bij deze. En zoals je ziet is Moos ook helemaal gek op vis. In dit geval kibbeling. Haring, ja. Haring hebt hij net ook al op. Wij eten nooit alleen. Nee. We hebben altijd, altijd gezelschap. Gezellig. Altijd gezellig. En Moos? Alleen Moos heeft zoiets van wat duurt het elke keer lang voordat ik wat krijg. Ja, maar het is niet zo. Wij happy, jij happy. Zo, bij de stalling aangekomen. Niet denken, we rijden de verkeerde kant heen. Want we zijn van pand verwisseld. We hebben nu een plaats van 8x4 in plaats van 3x4. Nee, in plaats van 8x3. Oh ja, fout. Het is nog een beetje donker hier, dus er zijn nog het een en ander aan het veranderen. Althans, aan het opbouwen. Maar goed, daar gaan we. Licht op de sensoren. En ideaal, want we staan op de bovenste. En daar heb je, nou ja, zal je zo wel zien. Oh, ik zie Moos een bordje in beeld. Daar heb je allemaal lichtkoepels. Dus ideaal. Is dan wel even jammer. Kijk, zie je daar de citroen staan? De tuut staan. Ons plekje, ik sta hem zo even van dichterbij filmen. Daar staat hij dan, netjes binnen de lijntjes. Uiteraard zet je hem altijd ietsjes meer naar de andere kant, dat je ruimte hebt voor je deur. Maar ja, zoals je ziet. Als Natas de deur open heb staan, open en dicht, ja, ruimte zat. En bij die andere kwam die zeg maar echt op die gele lijn. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor de 4 meter breed. Kan je gewoon normaal je spulletjes in en uit laden. Want het is toch lullig als je deur tegen een andere camper aanklapt of iets dergelijks. Dat moet ik allemaal niet hebben. Er zit uiteraard ook gewoon weer stroomaansluiting bij. Wat ik zeg, 24/7 kan je hier terecht. Je kan je cassette toilet legen, je water vullen, je vuilwater legen. Maar dat soort dingen heb ik allemaal al eens laten zien. Maar we zijn er super blij mee. Nou, we gaan de spulletjes uitladen en naar huis toe. Zo, het weekend zit er weer op voor vandaag. Ja. Het is zondag, we zijn weer aangekomen. We gaan heel huis gelukkig. Je goede gezondheid. We gaan lekker in de auto naar huis toe, spulletjes uitpakken en van de week weer werken. En dan gaan we, vrijdag gaan we er weer vandoor. Okidoki. Hartstikke bedankt voor het kijken. Abonneren kan gratis op ons kanaal. En vind je onze filmpjes leuk? Duimpjes omhoog. En tot de volgende week. Doei. Doei.